Ik zeg, we komen met zoveel mensen dat we hebben in Nederland pensions, hotels aangetrokken om veel mensen te kunnen opvangen. En daarvoor waren mijn ouders kwijt 350 gulden per maand. En die guldens waren harde guldens in die tijd, hoor. En die hospita's zijn allemaal rijk geworden door ons. Ja, dat is natuurlijk de grootste onzin. Want had mijn vader geen repatriant, had hij gasten gehad. Eén keer in de week. Eén keer in de week. Eens per week. Maar eenmaal in de week onder de douche. Ja, dat is zo erg. Die dag is familie, die dag familie. Van zo laat tot zo laat mogen ze dan onder de douche. Het is heel normaal in Holland, wij banen gewoon één keer in de week. Dat doen we in de tuil. Je was Nederlander, maar je werd echt niet als Nederlander gezien, hoor, in die tijd. Aan mij vroegen ze ook, hoe heb je daar gewoond? In een boomhut? Ja, ik zeg, ik slingerde precies als Jane en Tarzan, van liaan tot liaan. Ik zeg, en ik liep daar ook in een grasrok.